Terug naar Scheveningen. De beelden gingen de hele wereld over. De traditionele vreugdevuren zorgden in de nieuwjaarsnacht voor een ongekende vonkenregen en vuurtornado's. Angstige uren voor de bewoners van Scheveningen. Het vreugdevuur daar veroorzaakte een enorme vonkenregen. Al vrij snel nadat het vreugdevuur is aangestoken vannacht gaat het mis. De wind krijgt vat op de vlammen en veroorzaakt vliegvuur. Brandende brokken vliegen door de lucht. Ja, dat is toch wel weer kippenvel als je dit ziet. Hè? Ja, dat is het zeker. Behoorlijk. Ja. Behoorlijke kippenvel. Want wat voelen jullie daarbij? Is dat een rotgevoel? Ja, het is sowieso een rotgevoel natuurlijk. Het is niet wat je gewild hebt. Hè? En dat is ook niet waar je voor gaat bouwen. Nee. Ja, totaal niet. Vanavond werden eerdere afspraken in een convenant tussen de bouwers, de gemeente en hulpdiensten openbaar gemaakt. En de gemeente zat goed fout. De burgemeester had moeten ingrijpen als de houtstapel te hoog werd. En we weten inmiddels dat niet gebeurd is. Vanmiddag sprak ik met burgemeester Krikke vlak voordat het convenant naar buiten kwam. Van wanneer dateert dat convenant? Van 2016. 16? 2016 is het convenant. Oh, maar dat is niet dit jaar. En dat is ieder jaar, is er op basis van dat convenant, zijn de afspraken preciezer geworden. Oh, dus dit jaar heeft u niets laten tekenen door de jongens? Het convenant is steeds de basis geweest en het convenant is ook steeds bevestigd als die basis. Hoe dan, mondeling? Nee. Maar hoe dan wel? Je kan het zien aan de nieuwe afspraken die er zijn, maar ook dat zou... Maar staat er dan weer een nieuwe handtekening onder van 2018 en 2019? Het convenant heeft nog steeds werking. En dat is overigens in contractenland is dat niet zo raar, hoor. Maar begrijpt u wel dat een beetje onduidelijkheid geeft? Als u zegt van ja, dat komt uit 2016. Ja, ik zou denken van ja, dat was 2016. Tijden zijn veranderd. Die organisatie van het vreugdevuur is alweer helemaal anders. En daarom is het ook zo goed dat het convenant nu openbaar is. Dan kan iedereen er gewoon naar kijken. Kan iedereen er ook een oordeel over hebben? Nee, maar dat het in 2016. Begrijpt u dat dan verwarrend werkt? Want die jongens, er zitten nu heel veel nieuwe bestuurders in die organisatie. Ja, die zeggen, daar heb ik helemaal niks mee te maken met dat convenant uit 2016. Maar het is ook zo dat als je het nieuwe bestuur bent, dat je toch ook gewoon aan het convenant moet houden. Hier bij mij in de bar zit de organisatie van het Scheveningse vuur. Ab Massa, sprak hem net al eventjes, en Dennis Rog, welkom. Goed dat jullie hier zijn. Jullie hebben veel over je heen gekregen. Vooralsnog niet heel veel hebben jullie gezien in de media. Daarom extra dapper dat jullie hier zijn vandaag. Als je jullie burgemeester hier hoort, wat denk je dan? Ja, nou, wat ik al denk, als ik er zo hoor praten, ja, dan denk ik dat het niet helemaal klopt. Nee, wat klopt er niet? Wat de burgemeester zegt. Nou ja, onder andere over het gouvernant, hè, of convenant. Ja, wij hebben het niet gezien. Ik heb, dan moet ik wel zeggen, vanavond hem voor het eerst gezien. Ja. Hè, dat convenant. Dat heb jij nooit eerder gezien? Wij hebben dat nooit, er is ook nooit het hele jaar niet over gesproken. Want jullie zijn ook nieuwe gezichten, toch, in die organisatie? Want ik heb een jaar geleden een film gemaakt over de Scheveningse vuren. Jullie komen mij niet heel erg herkenbaar voor. Ik heb jullie niet ontmoet toen. Nee, jullie zijn nieuw. Wij zaten op de achtergrond. Ja, maar nu in bestuur nieuw. Ja, want wij zijn onderdeel van. Hè? Dus het organisatie is wel wat groter. Ja. Maar jullie zeggen dus van het convenant weten wij helemaal niks. Wij weten niks, er is ook totaal niet over gesproken. Nee? Het hele jaar niet met de overleg en niet met de gemeente. Ik moet er wel bij zeggen, het is goed. We hebben een goed overleg steeds gehad, constant. Hè, tot en met de laatste dag. Maar er is nog nooit iets te sprake gekomen over het convenant. En hoe verklaar jij dat? Nou ja, als je zegt van het convenant is daar en je tekent ervoor. Nou, dan is het voor 2016, 2017. Dan denk ik dat je elk jaar een nieuw convenant moet opstellen waar je een handtekening onder zet, zodat het up-to-date is. Ja, want dit is een beetje waar het om gaat volgens mij. Want de burgemeester die zegt, ja, er is een convenant getekend in 2016, 2017. Ze schrijft, ze maakt het vandaag openbaar, dat convenant, dat heb ik hier. Daarin zie ik ook wel wat handtekeningen staan. Maar wat mij dan vooral opvalt, er zit een begeleidende brief bij. En in die brief staat, dit convenant is eigenlijk geldig jaar na jaar na jaar. Zolang je het vreugdevuur organiseert, is het convenant geldig. Maar als je het convenant dan leest, en dat is heel raar, zal ik even citeren. Staat er, de afspraken in dit convenant hebben alleen betrekking op de organisatie van het vreugdevuur tijdens de jaarwisseling van 2016 en 2017. Er kunnen aan dit convenant geen rechten worden ontleend voor toekomstige jaarwisselingen. Het staat gewoon letterlijk in het convenant eigenlijk. Ja, ja. Nou, dat is toch inderdaad vreemd. En ja, uiteraard ook de hoogtes en de breedtes, of de kubus en de breedtes, die zijn veranderd in de laatste jaren. Ja. Nou, dan zou je een aanvulling op het convenant, maar dan moeten we wel... Maar zijn die afspraken wel gemaakt? De enige afspraken die we constant gemaakt hebben, dat was de 10.000 kub. Ja. En 22 bij 22. Voor dit jaar?
Voor dit jaar. En die zijn wel per jaar veranderd steeds? Ja, ja, want het verleden jaar was het 20 bij 20. Maar dus er is wel contact geweest met jullie vanuit de gemeente? Absoluut. En die gaat dan over dit soort afspraken van afmetingen, maar dus ook de hoogte? Nee. Over de hoogte is totaal niet gesproken. We hebben het in ons laatste overleg, wat we gehad hebben met de gemeente, hebben we het hier bewust over gehad. Hè? Dus 22 en 10.000 kuub. Hè? En dat hebben we gemaakt, maakt dat wat de hoogte? Nee, 10.000 kuub is 10.000 kuub. Want de burgemeester, dat weten we allemaal, op 1 januari zei, ja, hij is 15 meter geloof ik te hoog gemaakt. En dat is het eigenlijk het grote probleem. Ja, maar is dat het grote probleem geweest? Nee. Ik denk dat het onderzoek moet uitwijzen. Ja, dat zegt de burgemeester ook. Ik heb jullie nou juist hier om dat niet te zeggen. Nee, dat is ook zo. Maar dat onderzoek, dat was er even niet af. Nee, dat is logisch. Maar ja, ik denk dat er iets is gebeurd wat wij nooit hebben gewild. En dit heeft een samenloop van bepaalde omstandigheden geweest. Ja. Ja, en wij hebben niet geleerd om te kijken hoe dit tot stand is gekomen. Wat hebben jullie het moment niet gehad op die dag dat je dat bouwde? Dat je dacht, fucking hell, wordt wel hoog. Even kijken jongens, hoe staat de wind? Volgens mij houden jullie dat ook allemaal bij, weet ik toevallig ook. Ja. Heb je nooit overwogen van, jongens, dit wordt te gevaarlijk? Nou ja, ik denk dat wij gewoon op die 5 dagen zijn wij zo bezig om het zo groot en zo hoog mogelijk te maken. En de gemeente is daarin natuurlijk de grote scheidsrechter. En als die gewoon zegt tegen ons, tot hier en niet verder, dan hebben wij ons eraan te houden. Want dan komt de veiligheid in het geding. Maar dan heb ik jullie ook, kijk ook even achter me, deze jongens heb ik gevolgd zo. Dan komt er een burgemeester bij deze jongens en die zegt dan van ja, jongens, mag niet hoger, stop maar. Ja, wat gebeurt er dan? Nou ja, we hebben 2 jaar geleden hebben we dat al gehad. Moesten we na 3 dagen al stoppen. Nou, onderling natuurlijk grootste ruzie in oorlog en we moesten door. Maar uiteindelijk zijn we toch niet doorgegaan. Hebben we gewoon geluisterd. Maar als de burgemeester nou zegt, hij mag niet aan, dat is nogal wat. Dan gaat hij niet aan. Dan gaat hij niet aan. Nee? Nee. Nou, als de burgemeester zegt tegen ons, hij gaat niet aan, want de veiligheid komt in het geding. Nee. Of dit gaat anders niet goed aflopen. Nou, dan heeft ze alle recht om dat te doen. Verleden jaar is de vuurwerkshow ook afgelast daardoor. Ja. Dat hebben we ook gewoon geaccepteerd. Op die avond dat het dan gebeurt, hè, dan gaat hij in de hens. Dan merken jullie vrij snel, denk ik, van oeh, dit gaat fout. En hebben jullie contact met de brandweer? Nee, we hebben geen contact met de brandweer gehad. Hè. Ook niet, ik was dan in de tent, hè, daar hadden we het feest natuurlijk voor het eerst. En uiteindelijk, ja, we zagen wel de brandweerwagens gaan en de sirenes. Ja. We kregen ook te horen dat er 2 mensen een hartaanval gehad hadden. Dus wij dachten dat het daarvan was. Zal dat wel zijn, ja. Uiteindelijk hoorden wij het voor het eerst om 3:15 s'nachts. Dan werd er gevraagd of wij naar het crisiscentrum op de boulevard kwamen. Nou, ik ben er samen met Peter zijn wij er naartoe gegaan. Peter is een van de bestuurs. Ook een die in de organisatie zit. Ja. Ja, we zijn bezig kijken. Nou ja. De eerste gedachte was nou ja, schrikken. En we dachten eigenlijk van dat iemand een barbecue leeg gegooid had. Zo erg was het. Nou, we zijn er naartoe gegaan en een gesprek gehad met de wachtcommandant, die op dat moment de officier van dienst. Want ze hebben gevraagd of jullie daar naartoe kwamen? Ja. Dus jullie kwamen naar de brandweer en toen? Ja, nou ja, goed. Toen vroegen ze aan ons uiteindelijk van jongens, vinden jullie het goed dat wij gaan blussen? Nou, echt waar? Ja, dat was dus waar. Dus de brandweer die vraagt aan jullie, mogen we het blussen? Ja. En wat denk je dan? Denk je dan ook niet een klein beetje, dat is toch eigenlijk raar? Nou, raar. Ik bedoel, geef als antwoord, had het maar 2 uur eerder gedaan. Oh ja? Ja, nou en uiteindelijk heb ik zelf gevraagd aan die officier van joh, heeft dat wat met de hoogte te maken? Hij zei, al was je 10 meter lager geweest. Maar waar had het volgens hem dan wel mee te maken? Het weer. De wind? Ja, en ik hoorde je net over het aansteken. Ja. Op het moment dat hij aanging, de toren, dan zag je ook het rook omhoog gaan. Dus stond hij ook echt om 12 uur had je nog geen wind. Maar hoe verklaar je dat de brandweer aan jullie vraagt, mag die uit? Ik bedoel, daar hangt toch een beetje een sfeertje om natuurlijk van dat jullie schoffies zijn allemaal. Ja. Hè? Ongetwijfeld. Ik heb dat ook van dichtbij mogen meemaken en daar zit wel een kern van waarheid in. Maar ik heb het nooit als kwaadaardig ervaren. Maar zit er een mogelijkheid in dat het ook uit angst is, dat ze een beetje bang zijn voor jullie? Ja, nou ja, goed. Dat moeten hun dan zelf maar beantwoorden. Hè? Want ik bedoel, tuurlijk willen die jongens het vuur aan hebben. En tuurlijk willen ze het niet uit. Hè? Maar op dat moment was het al bij 4:30. En we hebben net zelf van de jongens gevraagd in de tent. Hè? Van, nee, groot gelijk, uiterling. En, ja. Wie is er verantwoordelijk voor jullie? Wie is de verantwoordelijke, hoofdverantwoordelijke? Nee, dat zijn we als organisatie, zijn we dat allemaal. Dat zijn jullie? Ja. We hebben niet echt één man staan. Maar dan heb je het over jullie organisatie. Maar als het nou over het hele probleem gaat,
Vinden jullie dan dat jullie verantwoordelijk zijn of de burgemeester? De brandweer. Wij zeggen de brandweer. Ja? Ja. Uiteindelijk had de brandweer... Ik zei de burgemeester, kijk maar even. Ja. U bent de verantwoordelijke, u bent de burgemeester, u bent ook mijn burgemeester, u bent de burgemeester van die Scheveningers. U moet zorgen dat het daar veilig is en dat mensen daar geen gevaar lopen. En als ik nou had gedacht dat het niet veilig zou kunnen, dan denk je toch niet dat ik... Maar het was niet veilig. En dat is een retrospectief. Kijk, dit is een... Nee, want dat wist je ook al aan je omstandigheden. Met windkracht 7 vanuit de zee weet je gewoon dat het daar gevaarlijk wordt. Deze traditie is er al meer dan 25 jaar. En nou in? En al meer dan 25 jaar is dit niet gebeurd. Lagen er bij mij geen adviezen om de vuurstapels niet aan te steken of aan te laten steken. Is het iets waarvan ik echt heel erg nieuwsgierig ben hoe het nou kon dat die vonkenregen bij dat vuur wel ontstond. Hoe moet het nou verder? Want er zijn nog tal van evenementen hier in de stad. Daar bent u ook nog steeds hoofdverantwoordelijk. Moeten we daar vertrouwen in hebben? Nou, het lijkt me dat ieder evenement weer maatwerk is en dat ieder evenement weer op zichzelf beschouwd moet worden. Ik heb al gezegd, ik ben echt met hart en ziel en met ontzettend veel energie burgemeester van deze prachtige stad. Ja, jongens, stel dat dit verboden wordt nu. Wat dan? Nou, dat zou dat heel jammer zijn. Wij leven er als bouwers, maar ik denk zeker heel veel andere mensen op Scheveningen kijken hier naar uit, naar die 5 dagen. Nou ja, ik heb het zelf ervaren in dat jaar dat ik erbij was. Het is een soort van, het is jullie leven echt. Ja. Maar goed, dan staat er nog de veiligheid daar natuurlijk boven. Dat vinden jullie ook. Ja, absoluut. Dus als het nou verboden wordt, leggen jullie je daar dan bij neer? Ik denk wel dat er dan stevige gesprekken komen. Want waarom zou je een evenement verbieden? Want ik bedoel, niemand heeft dit... Maar er is nogal reden voor nu, hè? Absoluut is er reden voor. Maar er is wel een reden voor. Hè? Maar ik bedoel, die reden is uiteindelijk het weer. Hè? En uiteindelijk zou de brandweer, in dit geval de burgemeester, op dat kritieke punt moeten gaan zeggen en gaat wel of niet aan. Wat zou nou jullie voorstel zijn aan de burgemeester om te zeggen van als het doorgaat? Want kijk, hoe dan ook gaat er nu gekeken worden naar als het doorgaat, hoe dan? Want nooit meer in deze vorm. Nee. Dat weten we denk ik allemaal. Wat is jullie voorstel waarop de burgemeester het toch nog door kan laten gaan? En dan, of dat nou Krik is of een andere burgemeester overigens, maar dat even terzijde. Maar hoe dan? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat het onderzoek heel snel wordt afgerond. Zodat wij kunnen weten hoe dit tot stand is gekomen. Je lijkt wel politicus, man. Ja, dank je. Jezus, je hebt geleerd. Hoe zouden jullie het vreugdevuur nog wel acceptabel vinden? En dat de burgemeester het dan ook acceptabel vindt? Nou, ik denk dat met de bouwers onderling moeten gaan doen. Kijk, heb je niet al over nagedacht? Nee, absoluut niet. We zijn nu nog bezig met gewoon wat er is gebeurd. We zijn afhandelingen bezig. Bouw hem op een vlot en drijf hem af, dacht ik. Nou ja, we hebben 100 ideeën, zeg maar. Maar die hebben al jaren. We hebben genoeg ideeën. Als je ons de vrije hand geeft, worden we heel erg creatief. Maar ja, het moet wel allemaal goed zijn en veilig. Ik zou zeggen, kom erbij. Bij de organisatie. Ja. Toch? Ik hoor dat allemaal mensen lachen, ja. Ja.